Hallo iedereen, we zijn eindelijk weer eens terug met de Journey of Minecraft. En we zijn op de Fenjo Island. Ja, Island. Okay. Island. Island. Oké. Okay. Eens kijken hoeveel mensen erin trappen, als ik dat zou zeggen. Bij onze vakantie. Bij onze vakantie. We hebben al wat flink wat staf verzameld huisje, al. Ja. We moeten nog een huis maken. Het wordt in de toekomst ons vakantiestadje. Ik ga wat ijzeren tools maken. Hebben we hout? Ik heb geen hout. Ik heb hout. Ik heb hout. Hoeveel ijzer hebben we? Ik heb er 42. Oké, maak voor iedereen, als het kan, een volledige toolset alsjeblieft. Doe ik. Dat is misschien wel handig. Boven de hoop. Ik ga wel even farmen. Ja, doe jij even farmen? Doe jij even de hout verzamelen? Ik, juist. Ja, is goed, ja. Maar goed, we gaan vandaag het proberen... Oh, niet springen! Zit je alles kapot te stampen? Nee, ik sprong eens een keer, één keertje weer. Maar goed. We gaan vandaag gewoon aan de... Deze gasten kisten naast me open gaan. We gaan vandaag gewoon het stalletje, zeg maar, de boerderijstalletje een beetje verbeteren. Yep. Gaan we. En dan gaan we daarna de wat mijnen, want we moeten grond verzamelen. Dan doen we er gewoon lekker tussen het mijnen door. Dirt. Dirt verzamelen om het eiland te verspreiden. Dirt. En de farm wat vergroten, want dat zou ook wel fijn zijn. Een farm, ja. En ik hoorde net in het tongeluid. Oh ja, we gaan de ingang van de grot verplaatsen nog. Ja, en een klein pleintje maken. Misschien met een leuk fietswater. Ja, oké. Okay. Hier heb je een pickaxe, een schep en een bel. Dave? En wat waren we nog meer gaan doen? Holy shit, ik weet niet eens meer wat we gaan doen. Dat was het, we gaan gewoon beginnen. Maar, één ding moeten we zeggen. Dimitri kon er vandaag niet thuis. Thuis zijn, niet bij zijn, omdat hij, hij is gewoon even weg. Hij is zeg de maar, vraag maar aan hem hoe was het als deze video er is. Ja, laat een reactie achter. Was het gezellig? Want hij is een weekendje gewoon weg met zijn familie. Daar was hij eigenlijk naartoe. Als weet ik niet, maar dat, is, dat blijft privé. Dat is privé. Oké. Anders hebben jullie dadelijk last van stalkers. Hè, kijkers? Ik heb een boog en pijn. Ik pak de twee iron swords. Dan maak ik voor jullie wel twee nieuwe zwaarden. Ik ga voor jullie even twee nieuwe zwaarden. Dan maak ik eerst die oude op. Zo. Zo, bijna alle cactus even weg. Dan hebben we weer nieuwe ruimte. Jee. Jullie moesten nooit vertellen. Dave. Wat? Je moest nooit vertellen. Wat moet je vertellen? Over die Elder Scrolls. Oh ja, dat daar heb ik een beetje slecht nieuws over. Ik ga het nooit spelen. Sorry, moest ik even zeggen. Ja, jij zit er op de reetje daardoor. Vylen, ik heb een race voor je. Ligt op de grond. Nou, dank je. Maar goed, wat er gaat gebeuren met de Elder Scrolls Online. Er gaat een maandelijks payment opkomen. Dat ik verwacht. En weet je hoeveel het is? Dat had ik niet verwacht. Hoeveel? €12 per maand. Gaat het kosten. Ik ga dat niet betalen. Ik ga en niet je spelen. Moet nog steeds €60 betalen voor een spel als die uitkomt. Wat? Oké, die 12 was nog redelijk, maar die 60, what the fuck? Hey, maar je hebt wel denk ik eerst 30 dagen gratis. Dat heb ik zover allemaal van één interview gelezen. Misschien gaan er nog dingen veranderen, misschien niet. Ik weet het niet. Maar we moeten de glas helaas gaan slopen. Wat gras? Waarom? Ja, precies. Voor de dieren dadelijk. Maar ik vind het belachelijk eigenlijk. Ja, wat ik zover in de interview had gelezen is dat het gewoon voor de support en alles. En ze willen het beste spel ooit hebben. De paarden moeten dat erdoor kunnen. Dat gaan ze denk ik niet redden, eerlijk gezegd. Want World of Warcraft heeft ook al een actie klaar liggen. Want die wilt, zij zijn nu nog steeds de beste MMO aller tijden. Zijn ze dat niet gratis maken of heb ik dat verkeerd gehoord? Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal. Zij zijn tot nu toe nog steeds de beste MMO ter aller tijden. Je kan zeggen van, nou, maar Guild Wars is toch beter? Nee. Guild Wars is wel met een paar andere dingen beter. Dat wel. Ja, maar World of Warcraft blijft erboven staan omdat die in het algemeen toch nog beter is met bepaalde dingen wat toch belangrijk is om zijn spelers te houden. Vooral het grootste gedeelte, het leveling systeem, maar dat heb je dus een keertje opgezocht ofzo, of hoe je dat weet?
Nee, ik heb met iemand gesproken die me een heel, waar ik een heel gesprek mee had. Ik weet niet eens meer wie het was. Wie was het? Nee, kom ik even niet op. Maar World of Warcraft, die heeft plannen om als ze opzij worden geblazen, hebben zij een plan neergelegd van als wij opzij worden geblazen, dan gaan we gratis worden. En dan worden mounts en al die dieren die je kan krijgen om op te rijden of als huisdier te hebben, daarvoor moet je gaan betalen. Mm-hmm. Maar daar komen dus heel veel mensen op af, omdat die game staat er al heel lang. Het heeft een grote naam gemaakt, de wereld is gigantisch. Je kan clanfights, je kan alles, het is gewoon groot. En dat willen mensen, die willen gewoon een bekende naam. En daardoor gaan zij dus andere spellen op dat moment weer opzij schuiven. En dat hebben ze gewoon klaar liggen. Want ze hebben al ingesteld dat je tot level 20 gratis kan spelen. Mm-hmm. Dus zij hoeven alleen maar die mounts en alles om te zetten en een nieuw geldsoort erin te verwerken. En ze zijn klaar. Ja, dat dus snap ik. Dan ben ik wel benieuwd hoe ze het gaan doen. Want je weet hoe League of Legends het doet met de skins en alles en zo. En de extra's wat je zo kan krijgen. Hoe gaat het dan worden met... Dat wordt wel interessant. Dus. Dat zijn die mountdieren en zo. Je kent Runes of Magic, toch? Ja. Die heb jij ook wel even gespeeld, joh. Ja. Daar moet je bijvoorbeeld... Dus, dan had je goud, daar koop je gewoon armor mee en dingetjes in de game. Die krijg je ook als je monsters dood of dingen verkoopt. Mm-hmm. Maar je had ook diamantjes die je kon verkrijgen. En daarmee... kon je die mounts kopen en voor dat betaal je echt geld. En zoiets gaat World of Warcraft dan ook doen. En omdat World of Warcraft gewoon zoveel mensen al nog 16 miljoen abonnementen erop hebben staan. Dus gewoon nog 16 miljoen mensen spelen dagelijks. En dat is alleen de mensen die een abonnement erop hebben. Laat staan dat er mensen spelen die gewoon gratis tot level 20 steeds spelen. Die heb je er dan nog naast. Dan heb je nog van die 16 miljoen mensen die nog vrienden hebben die het graag willen spelen, maar niet ervoor willen betalen. Ik denk dat ik even snel zeg, ik maak een diamond pickaxe met de 3 diamonds, hè. Wat? Is goed. The fuck? Dus dan zoveel mensen... We hebben het nodig. We vinden wel later meer. Dus ik verwacht dat daar gewoon extreem veel mensen naartoe getrokken worden. Zoals ik. Ik ga het spelen. Dat weet ik gewoon van zelf. Heel veel andere mensen die ik erover hoor en vertel van... Ja, ik ga het gewoon eventjes uitproberen en spelen. Dus dan krijg je gewoon een massastroom. Naar World of Warcraft. En denk ik, nou, eigenlijk is het wel leuk. Want mijn vriend speelt het. Mijn neef speelt het. Die en die speelt het. En dan ga je samen spelen. En dan blijf je spelen. Omdat samen spelen maakt het gewoon leuk. En daar gaan zij denk ik... voor. Wat ik voorspel, gewoon heel erg mee klap die andere wegslaan. Zullen we maar even gaan mijnen? Ja, we gaan wel. Oké, dat was de Giant Rant. Daar kon je wel een aparte video van maken, wat jij allemaal zei. Ja, dat is toch leuke informatie. Maar ik verwacht dat of het gebeurt, dat kan ik natuurlijk nooit verzekeren. Het is wat ik gehoord heb, wat ik een beetje over gelezen heb. Ik heb het opgezocht, maar het is... uitgelekt en het is niet ja, hoe noem je dat? Niet goed bewaakt, zeg maar. Ja, het is niet bevestigd door Blizzard. Oh ja, ja. Toestemming. Ik denk, dus, hij heeft gezegd, we kunnen dat ooit doen, we gaan dat ook ooit doen, maar wanneer, dat is de vraag. De kans is groot als er een andere MMO komt die ons opzij blaast. Mm-hmm. Maar dat is nog niet gebeurd. Zij hebben nog 16 miljoen spelers per maand. Die gewoon nog elke maand gewoon er geld voor neerleggen. Ja, dat snap ik. Maar wat ik dan afvraag, wat vinden de kijkers hier zo van? Wat is jullie mening over de LOL en wat Dave heel vaak heeft gezegd? Wat? Lol? Lol even toe. World of Warcraft, sorry. World of Warcraft.
Wat je daarvan vindt, hoe bedoel je al? Wat wil je ze precies vragen? Wat ze daarvan vinden dat het gratis gaat worden? Wat we van het gratis vinden, wat vinden jullie maar ervan? Dat zeg maar iedereen daar zeg maar naartoe gaat, tot heel veel abonnementen. Wat vinden jullie zelf? Misschien spelen jullie zelf heel vaak WoW. En wat vinden jullie zelf beter? Vinden jullie misschien toch liever Guildless beter? Wat is jullie mening? Dat wil ik eens weten van de mensen die het spelen. Ja. Is morgen. Ja, het heeft natuurlijk. World of Warcraft heeft zoveel geld opgeleverd. Uiteindelijk kunnen ze wel gratis worden. Want die servers, die kunnen ze nu gewoon toch altijd betalen. Want ze hebben Diablo die nu geld oplevert. Ze hebben Starcraft die nog steeds geld oplevert. Want voor die toernooien moeten ze sowieso, denk ik, altijd wel een fee aan Blizzard betalen. Omdat het hun game is. Dus zij verdienen er wel altijd aan. Dus zij hebben het geld uiteindelijk niet meer nodig. Dat zijn jullie. Maar denk je, het is god, hè. Maar Fijnen, wat wou jij zeggen over WoW? Jij wou net iets zeggen? Ik had ook een tijdje gespeeld, maar was op level 20 die gratis. Maar eerlijk gezegd, ik had het zo alleen gespeeld, maar ik vond het echt niet wijs. Omdat ik het alleen speelde. Maar ik denk, als ik mijn vrienden had speel, bijvoorbeeld met jullie, dat ik het veel wijzer zou vinden. Maar kijk, ik heb sowieso een kennis die weet alles van World of Warcraft. En dan ga je gewoon, omdat ik sowieso veel meer Nederlands ga spelen, ga ik met die persoon waarschijnlijk ook spelen. En dan breng ik hem in contact met al die Nederlanders. En dan ga je de leuke dingen ook leren kennen. En als je ze, er komt dan waarschijnlijk heus wel, misschien is dat sowieso wel, een Nederlandse forum die alles uitlegt van wat voor dingen kan je doen in WoW. Veel mensen zijn te lui om dat op te zoeken, maar als je dat opzoekt maakt het spel gewoon veel leuker. Mm-hmm. Als je opzoekt wat je allemaal kan doen. Ja, maar afvragen, hè? Die neefje, hij zegt wel misschien dat die WoW een geweldig is en een beste is. Het was mijn neef niet, het was gewoon een kennis. Die heeft WoW heel veel gespeeld, maar hij zegt niet dat het de beste is. Hij zegt gewoon, ik vind het zelf gewoon hartstikke leuk en ik speel het nog steeds. Niet iedereen moet het spelen, het is gewoon een topgame. Jij zegt, het is zover het beste MMO wat er is. Misschien is het waar, misschien is het niet waar, dat kan je niet zeggen. Nee, maar het schijnt nog steeds het beste te zijn. De ene zegt van wel, de andere van niet. Ik ben erover eens. Ik denk gewoon dat elk MMO, mijn persoonlijke mening erover is, ik denk dat elk MMO gewoon zijn sterktes of zwaktes is. Zover wat ik hoor, wat ik weet, van mijn beetje ervaring van MMO's, is dat Guild Wars is gewoon een heel bekend merk. En er hebben ook heel veel mensen gespeeld. Er spelen nog steeds heel veel mensen. Er heeft gewoon een fantastisch verhaal in alles. En veel werkers erin gestopt. En veel liefde. Daarom is het ook zo sterk. Maar wat ik ook wel denk, zeg maar, zoals ik heb Guild Wars ook een tijdje gespeeld. Die is ook heel erg leuk. Want wat daarin zit, ieder heeft zijn eigen loot. Wat WoW niet heeft. Wat heeft iedereen eigen? Eigen loot. Dus stel voor, jij doet een baas verslaan of zo bij een MMO, hè? En ik wil je verkrachten skeletten, een beetje hulp? Ja, ik kan niet. Ik heb geen licht, dus ik ga niet zomaar naar de overkant rennen. Ja, zeg maar verder, ja. En stel voor, je verslaat een heel groot baas met een groep bij WoW. Ik weet niet of het echt 100% waar is of ze hebben het veranderd. Als jij nu een grote kist met items, degene die het opraadt, mag het houden. Dus als je ligt eraan wat je de instellingen doet van de party. Ja, je kan de party instellen of er wordt eerlijk gedobbeld. Ik ga dood. Of daar ging je. Dank je voor de hulp. Ik ben ook bijna dood. Ik ga dood. Ik ga niet dood. Ik heb gewoon. Maar kijk, waar ik gewoon net over had, is gewoon dat als je nu een heel sterk baas of zo dood. Met gewoon een groepje. Of je loopt gewoon ergens rond. Je ziet dat eentje met iemand gaat vechten. En je helpt hem. Dan krijgt gewoon ieder zijn eigen loot op zijn eigen scherm. Stel voor. Jij killt een. Je bent bezig met een heel sterk monster. Maar je hebt moeite. Je gaat langzaam dood. Je weet niet zeker of je haalt. En één keer komen er 2-3 mensen bij. En die helpen je met killen. Hè? Ja. Weet je wat er dan gebeurt? Ik weet dat bij Guild Wars is dat heel mooi ingesteld. Ja, dat je dan gewoon ieder zijn eigen loot dropt en de andere loot van de persoon zie je niet. Dus ook heb ik vaak gehad dat ik gewoon rondloop. Ik zie gewoon iemand. Ik zie gewoon iemand monster vermoorden en er ligt loot. Ik denk, oh, dat is zeker van hem. Maar nee, dat is van mij.
Want ik ben de enige die loot zie. En dat is wel een groot voordeel. En ik weet dat die, random... Ja, oh, maar... Lukt het een beetje wat, daar? Weet je heb wat je ik daar weer van vind? Ja, ik heb je spullen. Mag ze? Van, ja, dan is shit. Dat grinden... is daar dan weer minder leuk. Omdat daardoor... maak je het voor sommige mensen die spullen krijgen te makkelijk. Want in principe, als ik level 60 ben, dan ga ik terug naar de... naar de beginnerswereld. Nou, dan word je weer teruggezet naar level 20. Maar ik kan daar wel elke monster voor een beginneling doodslaan. En die krijgt dan zijn eigen loot. En dat maakt het uiteindelijk te makkelijk, vind ik. Nou, ik denk dat, ik denk dat ze wel iets op gebalanceerd hebben. Wat weet ik niet. Maar ik denk dat ze er wel op zo'n dingen van cheaten extra hebben opgelet. Ja, want, maar dat, want zover ik dat weet, is geen cheaten. Of, of, dat is gewoon iemand helpen. En dat mag. Wat ik zover weet, hè. Ja, je kijkt eigenlijk niet, dat is echt fantastisch loot. Zeg maar, als je heel hoog level bent. Want ik weet, zeg maar, als je heel hoog level bent, je gaat naar een lager level plek, krijg je niks. En degene wat bij je staat, krijgt ook niks. Dat is raar. Dat vind dat ik dacht ik zo. Weer, ik niet zeker. Dat hoort juist bij een MMO aan de ene kant. En daarom vind ik gezamenlijke loot uit zichzelf, mijn eigen mening, beter. Omdat dan speel je echt samen. Want dan moet je ook gewoon delen van, ja, ik ben nu voor jou bezig en nu ben ik voor mezelf bezig. En daarom is dat manier van dobbelen weer heel leuk erin gebracht van ja, we willen allebei nieuw belangrijk loot. Nou, laten we erover dobbelen. Heb je mijn boog en mijn pijlen? Ik heb boog en pijlen en ik ben bijna dood. Maar ik ga even eten. What the fuck? Nee, maar ik vind het sowieso heel apart. Gaat het? Nee. Blijf even bij ons. Wat ik ook hoor van, ja... Ik hoor dat er heel veel manieren zijn bij Guild Wars om XP te verzamelen, maar ik hoor ook nog steeds veel mensen erover, ja, ik vind World of Warcraft wel leuker met het levelen. Ja, dat snap ik niet. Dat begrijp ik dan niet, omdat... Sorry. Oké. Dat bij Guild Wars 2, daar hebben ze zoveel manieren om leuk samen XP te farmen. Maar ik hoor wel mensen erover die World of Warcraft met XP met levelen leuker vinden. Dat vind ik apart. Ik heb wel een stack en een half aarde. Ik heb twee stacks. 22. Ik heb twee stacks en 28. Cool. Nou, dat is wel flink wat aarde. Ja, ik heb die voor jou natuurlijk nu ook, hè. Oh ja, daar heb ik zo mee aarde. Maar ik doe nog even verder menen. Ik kan alleen zeggen dat World of Warcraft sowieso de beste aller tijden is. En dat is hij ook echt verklaard, want dat staat ook echt online. Of hij nu nog steeds de beste is, voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel nog wel. Maar of hij dat echt is. Hij blijft de game van die het meest verdient eraan. Dave, mag ik mijn toortjes? Je zit zo graag diep erover te praten. Je begint valt een herhaling. Dit is al de 65 keer dat je dat zegt. Maar maak ik mijn toortjes alsjeblieft? Ik heb ze je al naar je toe gegooid. Oh ja? Oh, dank je. Dan heb ik die alvast. Maar goed, dan weten we dat nu allemaal. Maar kijkers, laat eens weten van wat jullie allemaal vinden. Vinden jullie het de beste MMO? Willen jullie het zelf graag proberen? Wat zijn de nadelen? Wat zijn de voordelen? Ja, zo'n dingen. Want dat weten we nog allemaal niet. We horen wel veel dingen, maar we hebben nog nooit echt gespeeld. Ik ook niet. Ik wel. Hoe lang heb je dan gespeeld? Een maand, drie maanden. Dat weet ik niet eens meer hoe lang. Niet zo lang geleden. Heb ik zelf gespeeld. Ik heb de gratis versie heb ik nog gespeeld. En ik heb nog bij die kennis van mij heel veel gespeeld. En gezien wat hij allemaal kan en doen. Toen was ik weggeblazen. Maar ik ben ermee gestopt zelf. Omdat ik toen te slecht was met mijn Engels. Mm-hmm. En dat is de grootste nadeels van MMO's. Ja, je moet goed Engels kunnen. En dat vond ik weer de pluspunt van Runes of Magic. Vroeger, nu niet meer. Want vroeger had Runes of Magic een Nederlandse server en dat was gewoon leuk. En ik vond het echt zonde dat ze dat weg hadden gedaan. Waarom hebben ze dat weggedaan? Ja, ze zeggen te weinig mensen, maar ik zag er nog genoeg mensen op. Ik zag elke dag nieuwe mensen van level 1 bijkomen. Dus ja, wat is te weinig mensen? Ik denk dat we gewoon weten dat te veel mensen toch naar Engels gaan, dat iedereen Engels doet. Ik denk dat het is. Nou, daar kwamen zelfs Engelsen naar die server toe, dus ja. Ja, ik weet het niet, nou ja.
Nee, dat ik er was een gesprek wel even geweest over MMO's. Was er niet nog iets over Iron Man wat je me nog wou zeggen? Oh ja, dan ga ik weer een leuk gesprek voeren. Ik hoef lekker niks te doen deze keer. Ik hoef deze keer niet te praten. Dat is een wonder. Iedereen heeft wel Iron Man 1, 2 en 3 gezien hier, ja. Denk ik. Ja. Nou, dan elke keer zegt hij toch, we beginnen van begin af aan naar het einde van die video. Beginnen weer bij het begin. Mm-hmm. En dan doet hij alles weg. Nou, deze keer had hij het ook gedaan, maar deze keer had hij ook echt alles weggedaan. En gaf het me echt een gevoel van, hij gaat nu echt ermee stoppen. En het leuke vond, nu ga ik... voor degenen die Iron Man 3 nog niet hebben gezien, ik ga nu een spoiler vertellen.